Welkom bij de lesserie Lief en dit is les 4. En in deze les nemen we rust en stilte. Dus doe je mee? We beginnen staand. Draai zodanig op je mat dat je straks lekker kan bewegen. Goed gaan staan, gewicht verdeeld over voorvoet hiel, knieën van het slot het bekken recht, een mooie lange rug en de schouders zijn laag. Je armen hangen langs je lichaam, je hebt een mooie lange nek en je hoofd balanceert op die laatste wervel. Je kaken zijn los, je wangen zijn zacht en je staart naar dat ene punt voor je. Alsof dat het allermooiste is wat je ooit hebt gezien. Dat het je aandacht blijft trekken. Nou heb je verder helemaal geen gedachten over dat punt waarnaar je kijkt. Je vindt er niets van. Misschien word je nu wat heen en weer getrokken in je hoofd. En daar bedoel ik mee dat je misschien toch iets anders ziet. En dat je daar een gedachte bij hebt. Geeft helemaal niets als je je maar weer focust op dat punt. Ondertussen voelen dat je een lange uitademing hebt. Want in die lange uitademing laat je los, kom je tot rust. Een soort van zucht. Terwijl je blijft staren naar dat ene punt en je voelt die zucht, merk je dat je schouders nog meer gaan hangen. Merk je dat je nog meer in het bekken terechtkomt. Merk je dat je nog meer in je voeten wordt getrokken. Dus al met al sta je stevig in rust en stilte. En dan voel je dat die inademing ook veel vriendelijker wordt. Zachter. Alsof de haast op de achtergrond verdwijnt. En dat is nou precies het gevoel wat je gaat meenemen in de rest van je les. Je hebt geen haast. Je bent hier, je hebt je mat uitgerold. Je hebt tijd gemaakt voor jezelf. Je bent lief voor jezelf. Nog één ontspannen lange uitademing. En dan komt je linkerarm naar voor, je rechterarm naar achter en je zakt een stukje door je knieën. En op de uit kom je terug. Breng je rechterarm naar voor, je linker naar achter en je zakt door je knieën. En kom terug. Doe dit een paar keer op jouw tempo.
Laatste keer. Adem lang uit, staar naar dat punt. Voel de rust door je lichaam stromen. Dus voel de rust in je adem. Voel de rust in je gedachten. Voel de rust in je emotie. Voel de rust in je hele zijn. Plaats de handen voor de borst. En rol vanaf je rechterhiel naar je tenen. En we blijven staan, gewicht verdelen over grote en kleine tenen. Je zou denken, wat is dit nou voor beweging? Maar als je goed hebt gevoeld, is er een heleboel verplaatst in je lichaam. Rol je voetzool naar beneden en voel wat er gebeurt. Doen we hetzelfde met links. Heel los, rol naar je tenen. Rol terug. Nog een keer met rechts. Rol terug. En nog een keer met links. En terug. Rol vanaf je rechterhiel naar je tenen, voel wat er gebeurt. En zak nu door je linkerknie. Kom op. Rechtervoet plat. Van je linkerhiel naar je tenen. Zak door je rechterknie. Kom op. En voet plat. Rol van je rechterhiel naar je tenen. Zak door je linkerknie en breng je armen naar voren. Naar beneden en naar achter. Naar beneden. Naar voren. En kom omhoog. Rechtervoetsel plat. Rol van je linkerhiel naar je tenen. Zak door je rechterknie. Plaats je vingertoppen op je schouders. Je handen op je knieën. Armen laten hangen. En kom staan.
linkervoet plat. Adem lang uit en staar naar dat ene punt voor je, zonder gedachten. Adem uit en laat los. En dan mag je komen zitten. Kleermaker, zit als dat kan. Zit je sowieso niet prettig op je mat, schuif er even een kussentje onder. Of ga zitten op een stoel. Handen bij je knieën of op je bovenbenen, je ellebogen zijn laag. Zoek dat punt weer op waar je naar keek. En voel de rust in je adem. Dat zachte tempo. De stilte momenten tussen de in- en de uitademing. Voel dat kalme gevoel. Dat gevoel dat je hebt dat je een soort van terugkomt bij jezelf. Even niets anders dan terugkomen bij jezelf. Even niets anders dan enkel zijn. Niets willen, niets moeten. Zijn in dit moment. Plaats dan je handen voor de borst. Breng de bovenarmen naar je ribben toe. Laat de vingers naar voren wijzen. En til je hoofd schuin op. Door richting plafond. Voel de spieren van je hals naar je onderkaak, naar je wangen. Voel de spieren van je hals naar je borst, naar je schouders. En dan voel je de beweging van de adem daarachter. Je voelt dat je huid wat strekt. Adem uit en zet je hoofd rechtop. Adem uit en breng de armen naar voren, mooi lang gestrekt. Rechterarm komt omhoog, maak hem lang. Rechterarm naar voren. Linkerarm omhoog, maak hem lang. En naar voren. Plaats de handen weer tegen elkaar aan. Voel dat de spanning nu is verplaatst in de bovenrug.
Breng de bovenarmen weer naar de ribben toe. En buig naar links. Op. En rechts. Op. Leg je handen weer neer op je knieën of bovenbenen. En sluit je ogen. Voel de adem. Voel de rust in je adem. Ben je ervan bewust dat er heel veel van die stilte momenten in je adem zitten? De adem bestaat uit zoveel lagen en daarvan is toch zeker een heel groot gedeelte van zo'n laag een rustmoment. Stilte. En je kan die laag groter laten worden, enkel en alleen door maar aandacht eraan te geven. En je wordt er één mee. Feitelijk ben je er al één mee, maar heb je jezelf er vandaan getrokken door je aandacht te veel naar buiten te richten, naar dat wat er gebeurt in jouw leven, om jouw leven heen. Maar het is een laag waar je altijd weer naar terug kan keren. Adem nu wat dieper in. Adem lang uit en buig je hoofd. Open je ogen. En zet de nekwervels weer één voor één op elkaar. Rust, stilte, hou dat gevoel dicht bij je.